Dank u zeer. En ik vind het ontzettend goed, dank meneer de voorzitter wat u hebt gezegd, dat u inderdaad de raadsleden, dat u daar even een aparte organisatie sterker maakt. En ik schrik even dat slechts 10% van de raadsleden lid zijn. Dat moet echt 100% worden, want dat kan niet anders. Ik ben burgemeester geweest. En iedereen was, elke burgemeester is lid van het genootschap van burgemeesters. Er waren er die eigenlijk principiële bezwaren hadden, maar die stapten daar toch in hun eigen belang overheen. En dat zou ik zeggen, de raadsleden die geen lid zijn, die laten een kans liggen. En dit is een mooi tijdschrift. Goede start en het inspireert verder. Ik zal vaak naar de cover kijken en vervolgens gaan lezen. Ja. Oké. Peter Rotterdam. Ja. Ik zie een senator. Ik zie een senator. Natuurlijk niet de geringste. Tissen hier ook, aanwezig. Prachtig, ik geef hem even de foto. Nou zo, ik zie de voorzitter. Ja, daar is hij. Keurig gedaan. Ik zal het straks ook wel lezen. Geen zorgen daarover. Nou, ik ga u maandag over horen als we weer terug zijn in Den Haag. Hoeveel tijd krijg ik? Want dat wil ik maar even vragen. 20 minuten die stonden? 20 minuten stonden. Maar ja, daar hou ik er wel echt aan. Ook deze keer. Ja, nee, deze keer. Ja. Ik ken mezelf en u helpt. Ja, daarom. Ik u ook. Hij staat scherp. Dames en heren, dank voor de uitnodiging die ik heb gekregen. Het is belangrijk dat raadslid nu er is. Mooie locatie, mooi weer, mooie ambiance. Gewoon goede inspiratie en voor mij ook natuurlijk een mooie gelegenheid om de raadsleden een aantal dingen te zeggen die ik ook op mijn hart heb. Want ik heb u gewoon nodig. Raadsleden, op het thema van veiligheid, dat is natuurlijk in de eerste plaats, is veiligheid lokaal beleid. Het is natuurlijk ook als je een peiling doet wat de burgers van onze gemeenten en steden, wat die centraal stellen, dan is dat vaak zijn het veiligheidsitems. Laten we daar ook niet kinderachtig over zijn. En veiligheidsbeleid en aanpak op lokaal niveau is ook een punt waar de raad een enorme invloed heeft en moet nemen. Maar ik weet dat een heleboel raadsleden nog wel eens zoekende zijn of men hun verantwoordelijkheid kan en moet nemen. Vooral naar de politie toe. Omdat er ook nog steeds burgemeesters zijn die zeggen van daar hoeft u zich niet mee te bemoeien, dat is van mij. En mag ik zeggen, dat is complete onzin. Dat is een situatie die niet meer in deze tijd past. Een goede burgemeester en een goed raadslid die vanuit hun afzonderlijke verantwoordelijkheden, mag ik dat ook zeggen, ook in lokaal dualistisch bestel, nemen die verantwoordelijkheid en zorgen dat er een scherp integraal veiligheidsplan komt en is. Ik weet dat 80% van de gemeenten hebben dat al. Of hebben iets wat daarop lijkt. Mag ik het ook zo zeggen. Maar dat is natuurlijk de basis. Moet dat zijn van het werken van de burgemeester. En van het college van burgemeester en wethouders. Want veiligheidsbeleid integraal op lokaal niveau is niet alleen politie. Is niet alleen justitie. Is niet alleen reclassering. Is niet alleen de kinderbescherming, meer de justitiële activiteiten in de nazorg. Maar het is ook gewoon onderwijs. Het is ook jeugdbeleid. Het is ook sportbeleid, zeg ik hier waar in de aanwezigheid van André Bolhuis. En het is natuurlijk ook een goede relatie hebben met de woningbouwcorporaties, om een aantal items te noemen. En dat kan je verpakken in een integraal lokaal veiligheidsplan dat door niemand anders wordt vastgesteld in onze visie dan door de gemeenteraad. En de burgemeester speelt daar een belangrijke rol in, is initiërend, is coördinerend, is regisserend. En wij zullen ook in een, maar doet naar het college van burgemeester en wethouders uiteindelijk
een voorstel naar de gemeenteraad. En dat, daar geeft men ook de prioriteiten aan. Wat wil men dat er gebeurt? Waar ligt de focus? Wat zijn de prestaties die men van de politie verwacht? Die staan daarin. Dus niet het, naar mijn mening, wat ouderwetse redenering dat er zoveel capaciteit daar en daar en daar moet worden ingezet. Daar zou eigenlijk de raad zich niet direct mee hoeven bezig te houden. Maar die wil gewoon weten wat zijn de prioriteiten. Wat voor resultaten gaan de diensten, de burgemeester, de politie, justitie en andere instanties halen aan het eind van het jaar. Over 4 jaar en al dat soort zaken. Dat wil ik zeggen, wij zullen daar. Daar is een wetsontwerp ter wijziging van de gemeentewet. Dat zit. Ik kom met een nota van wijzigingen. Ook op verzoek van een aantal fracties in de Tweede Kamer, waarin de positie van de burgemeester op het tot stand brengen van een integraal veiligheidsplan wordt versterkt. En ik denk dat dat ook belangrijk is, want dan kom ik op een volgend punt. En dat is natuurlijk het thema, de voorzitter Peter Otten zei dat al, van de nationale politie. Laten we daar ook niet omheen draaien. En daar speelt natuurlijk het lokaal gezag van de burgemeester en dus van de gemeenteraad een essentiële rol in. Laat ik één ding zeggen. Waarom vind ik en vind het kabinet dat er nationale politie moet komen? Ik heb daar 2 doelstellingen over. En het is voor mij niet een discussie van een minister met een aantal burgemeesters om de macht. Totaal niet. Die tijd heb ik gehad. Neem dat van mij aan. Het interesseert me ook totaal niets. Er zijn 2 punten waarom ik vind dat die nationale politie tot stand moet komen. Eerste plaats is om het de diender op straat, de politieman en vrouw op straat, om die het werken aangenamer te maken. Om hun professionele uitvoeringsmogelijkheden te verruimen. Dat is essentieel. Weg van bureaucratie, weg van allerlei bemoeizorg. En daarom is dat ook een reden en geen andere reden dat ik de bonnenquota heb afgeschaft. Dat is omdat ik vertrouwen heb, en dat moeten we hebben, dat past in deze tijd aan de diender op straat. Dat die zelf zijn afweging kan maken en nu ga je op de bon. En nu zorg ik dat je een straf krijgt. En nu geef ik je waarschuwing. Dat is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Ik heb vertrouwen in die mensen. En wij moeten als raadsleden, u als raadsleden, burgemeesters, ik als minister, voor die politiemannen en vrouwen op straat staan. Dat is het belangrijkste element van de nationale politie. En het tweede is ook mijn totale overtuiging dat door het wegvallen op regionaal niveau van de beheersverantwoordelijkheid van burgemeesters, korpsbeheerders en andere burgemeesters, zij die zorg weg hebben. Ze hoeven niet meer over begrotingen, over personeelszaken, over ICT. Het is niet een groot succes geworden wat de politie daar heeft laten zien in het huidige bestel. Dat men dat weggeeft en alle aandacht kan richten op de opdrachten aan de politie. Het gezag voor de politie. Want laat ik duidelijk zijn, dat is heel belangrijk. Het lokaal gezag moet worden versterkt. En daarmee ook de positie van de raadsleden. Dat is de kern van de nationale politie. Dat de burgemeester en raadsleden in goed samenspel met elkaar duidelijk in het integraal veiligheidsplan zeggen, daar liggen de prioriteiten, dat vragen wij van de politie. Dat is belangrijk. Dat is essentieel dat dat gebeurt. Dat is dus het tweede anker. Lokaal gezag wordt versterkt. Nationale politie, de minister, dat zal ik dan zijn, die daarvoor verantwoordelijk is, dat is het beheer, de organisatie. Dat er hoeveel politiemensen er zijn. Dat er een goed ICT is. Dat het materieel goed geregeld is. Al dat organisatorische zaken, die liggen bij de minister. Maar wat de politie doet,
ligt bij het lokaal gezag, bij de burgemeester en bij het Openbaar Ministerie, in de eerste plaats bij de lokale driehoeken. Dat is essentieel en niet bij deze minister straks. Die gaat niet over het gezag van een burgemeester, daar heb ik niks over te zeggen. Tenzij die het heel erg slecht doet, dan is er een mogelijkheid om in te grijpen. Maar we hebben goede burgemeesters in Nederland. En dat is in de eerste plaats, als iemand iets een steekje laat vallen, is dat in de eerste plaats een zaak van de gemeenteraad en niet van het parlement en zeker niet van deze minister. Ik wil dat in alle duidelijkheid zeggen. Het vereist van mij ook een verantwoordelijkheid in de Kamer dat ik dat ook voortdurend zal zeggen als de Kamer vragen gaat stellen over lokale situaties. Dan kan je ze informeren, maar het gaat er niet om om te veroordelen. Het gaat erom dat die situatie bij de raad van de gemeente hoort in relatie tot de burgemeester. In een grote lijn kan ik ook zeggen dat er is wel eens een misverstand. Ik heb namelijk geen kritiek op de korpsbeheerders. Ik ben er zelf een geweest. Ik ben zelf omgegaan van de regionale politie en een tegenstander van nationale politie naar een groot voorstander van de nationale politie. Dat is niet toen ik minister werd, omdat ik daardoor die post kon krijgen. Dat absoluut niet. Dat heb ik ontdekt toen ik tijdelijk burgemeester van Tilburg was en ik daar ook korpsbeheerder was. En alle burgemeesters daar op een gegeven moment zeiden, kunnen wij niet ons beperken en terugkeren naar de core business, de core competentie van ons bestaan. En dat is toch het gezag, dat is de opdrachtgeversrol van de burgemeester, dat is de inhoud, de opdrachtgever naar de politie. Wat willen wij dat de politie doet? Dat is de kern. En toen zijn mijn ogen open gegaan. Toen heb ik ook gezegd, dat betekent dus nationale politie. Ik heb een omslag gemaakt toen. En daar ben ik ook blij om, want ik word er alleen maar in bevestigd. Ik heb geen kritiek op de koersbeheerders. Ik heb kritiek op het stelsel. Het stelsel is eindig. Van 25 regionale politiekorpsen. Die kunnen niet met elkaar de vuist maken om een goed ICT-systeem neer te zetten. Die kunnen niet zorgen dat het land robuuste eenheden heeft die kunnen ingrijpen op het moment dat het lokale gezag dat wil. En dat gaan we nu wel doen. Daardoor hebben we een systeem nu, en het wetsontwerp ligt bij de Tweede Kamer. We gaan het maandag over 14 dagen in een groot wetgevingsoverleg in de Kamer behandelen. Van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds, niet 's ochtends, ben ik daar besteld. Dat gaan we samen met de indeling van de gerechtelijke kaart doen. En dat betekent dat het land van 25 regio's naar 1 regio gaat. Dus niet van 25 naar 10. 1 landelijk korps komt er. En vanwege de effectiviteit heeft men gezegd, het zou goed zijn om 10 gedeconcentreerde eenheden er te laten zijn. Nou, bijvoorbeeld hier in het oosten is er 1 grote gedeconcentreerde eenheid, waar ik ook voorstander ben van Overijssel en Gelderland zitten daar. Zo heb je 10 eenheden. Nu hebben we gezegd dat om de gezagsdragers goed het woord te laten of hun positie te kunnen laten innemen, dat het goed is dat die regio's een soort beheersplan, beleidsplan maken en met elkaar ook aangeven wat de prioriteiten zijn. En dan vervolgens komt het uit ook op landelijke prioriteiten, maar die worden van onderaf opgebouwd. En dat is denk ik wel mogelijk, dat je eerst lokaal begint, dus dat betekent met die gemeenteraad, en met u zegt van gemeente Nunspeet zegt, bij ons is de topprioriteit is de jeugd. Nou, dan ga je met je collega's in die regio-eenheid, ga je dat bij elkaar brengen. In de praktijk neemt dat met zich mee dat geen optelsom is van allerlei lokale plannen. Want je moet natuurlijk ook als raad in staat zijn om te kiezen. Er is nou eenmaal niet meer politie dan er is. Er kan altijd de wens zijn om er nog meer te krijgen.
Dat is natuurlijk, maar dat is niet het geval. Voor de komende 4 jaar staat vast hoeveel politie er is. Er is ook, staat ook vast hoeveel politie er in zo'n regio-eenheid komt. Er staat ook vast dat er een wijkagent per 5000 inwoners gaat komen. Dat zijn de gegevens. En je moet dus bepalen wat je als gemeente, als burgemeester, met zo'n, met die eenheid, met die capaciteit wil. En dan vervolgens breng je dat bij elkaar in een regio en vervolgens gaat dat naar het land toe. Als ik dus nationale prioriteiten heb, dan is dat een optelsom. Dan komt dat van onderaf, is dat opgebouwd. De prioriteiten landelijk zijn zichzelf heel voorspelbaar. Als we hier met dat met elkaar in een uurtje zouden daar ook uitkomen. Dat is de overvallen aanpakken, straatroven aanpakken, inbraken aanpakken en geweldsdelicten aanpakken. En voor het hele land natuurlijk ook de grote georganiseerde criminaliteit aanpakken. En ook criminele jeugdbendes aanpakken. Dat hebben we met elkaar, is dat van onderaf opgebouwd. En dat heb ik dus ook naar de Kamer gestuurd. Nu kan er een vraag zijn, zeg ik bijvoorbeeld in de stad Groningen. Zegt men, ja prima, we hebben die overvallen hebben we onder controle. We hebben straatroven onder controle. We hebben inbraken, daar doen we goed werk. Hoeven niet extra inzet te plegen. Geweldsdelicten wel, maar wij hebben één prioriteit, dat is toch eigenlijk de topper. En die vinden wij niet in die landelijke prioriteiten. Wij willen daar van afwijken. En dat is bijvoorbeeld de jeugdoverlastaanpak. Die willen we in Groningen, ik noem het maar, ik weet niet of het zo is, die willen we centraal stellen. Amsterdam doet dat wel. Dan kan dat. Dan gebeurt dat. Mits natuurlijk de burgemeester zijn rug recht houdt. De gemeenteraad zegt, wij steunen dat. En in de lokale driehoek van burgemeester, gesteund door de gemeenteraad, de politiechef ter plaatse en het Openbaar Ministerie zeggen, wij bundelen die krachten, wij gaan formuleren wat wij op het terrein van de jeugdcriminaliteit, jeugdoverlast voor de stad gaan doen en welke prestaties wij daar gaan neerzetten. Dat is belangrijk, dan gaat dat gebeuren, dat is belangrijker dan de landelijke nationale prioriteiten. Ik kom dan tot een slot, meneer de voorzitter, de tijd te scherp in de gaten houden. 2 opmerkingen. De regio-burgemeester is door uw voorzitter ook genoemd. En dank ook voor het in de kern ook positieve advies wat ik heb gekregen op het fenomeen nationale politie en de uitwerking daarvan. Vind ik belangrijk dat de raadsleden daar positief en constructief in meedenken. Dat is heel belangrijk, dat is een belangrijk gegeven, ook politiek denk ik. Als signaal. De regio-burgemeester is niet een adjudant van mij. Hen kennende zult u ook dat niet verwachten dat zij dat willen en kunnen zijn. Zij zijn de aanvoerders van het lokale gezag naar mij toe. Als ik de neiging heb om te veel centralistisch te werken, centralistisch te sturen, dan zullen de regio-burgemeesters namens burgemeesters uit hun regio-eenheid en het Openbaar Ministerie bij mij aan de deur kloppen en met mij overleggen. Als zij bepaalde wensen hebben vanuit het gezag naar de organisatie van het beheer, dan zullen zij naar mij dat overbrengen namens u, namens de burgemeesters. De burgemeesters waar ik van uitga dat die de steun van de gemeenteraadsleden hebben. Dat is een kernpunt. Het zijn dus gezagsdragers en het zijn de voorhoede mensen vanuit het lokaal gezag naar mij, naar het centrale gezag. Een laatste punt is de verhouding van raadsleden naar de burgemeester. Het is in deze tijd totaal niet meer uit te leggen als een raadslid zegt en denkt dat hij weinig te vertellen heeft over het veiligheidsbeleid in zijn of haar gemeente. Dat is niet zo. U gaat erover. U controleert de burgemeester. En een goede burgemeester wil dat hij scherp tegenspel krijgt.
Daar komt alleen maar het beste uit naar voren voor de gemeente. Dat is ook, en laat ik ook zeggen, het is ook een belangrijk politiek thema. Dus waar u ook politiek staat, vul dat ook politiek in de gemeenteraad, op het veiligheidsbeleid. Niet altijd alles is over veiligheidsbeleid is men het met elkaar eens. Het is heel belangrijk om dat een gemeenteraad met de burgemeester en het Openbaar Ministerie op lokaal niveau, de driehoek, gewoon op één lijn zitten. Dan ben je sterk. Dan gebeurt er ook wat je wil. Dan zullen de keuzes gemaakt worden. En als een burgemeester, als een conflict is met een burgemeester, ik zeg niet dat je een motie altijd meteen moet indienen, maar dat zijn natuurlijk normale instrumenten in deze tijd om duidelijk aan te geven wat je wil als gemeenteraad. En gewoon, daar zijn meerderheden voor en minderheden. Dus u moet niet bang zijn om de gewone, normale, in een democratie, ook de lokale democratie, heersende gewoontes en instrumenten om die in te zetten. Dat is wat ik ongelooflijk belangrijk vind, want ik schrok van een cijfer wat ik meekreeg. Tot slot, voorzitter, dan zit ik precies aan mijn tijd, dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV, onderzoek heeft gedaan en daaruit blijkt dat slechts 37% van de raadsleden denkt voldoende informatie en deskundigheid in huis te hebben om tot een stevig integraal veiligheidsplan te komen. En de meerderheid, 54%, meent ook te weinig invloed te hebben op de manier waarop de politie het lokale veiligheidsbeleid en de bijbehorende prioriteiten invult. Ik hoop dat ik daarin overtuigend ben geweest naar u. Ik voel het ook als een missie en ik ga daar ook de komende jaren mee door om u voortdurend uit te dagen om gewoon uw politieke werk te doen. Dat is belangrijk. U gaat erover. En u zult mij ook als steun kunnen hanteren. Ik zeg ook toe als u daar nog ondersteuning in nodig heeft, op welke wijze dat wij u op de achterhand, wij bemoeien u niet met welke keuzes u maakt, maar als instrument vinden we dat de positie van de gemeenteraden en het lokaal gezag daardoor versterkt dienen te worden. Ik dank u zeer voor uw belangstelling. Ik ben niet gewend meer tijdens zo'n toespraak van 20 minuten om niet geïnterrumpeerd te worden. Dus wat dat betreft is er voor u nog een boel werk te doen. Dank u zeer. Nog veel bedankt. Ik zou zeggen, blijf heel even staan. Want we gaan even kijken of er nog een aantal vragen van u binnengekomen zijn via internet, de telefoon, sms. Ja, die zijn inderdaad. Weet u dat ik het vannacht, daar ga ik ook geen gewoonte van maken, om 4:30 vannacht met mijn zoon nog over u gehad heb. Dat is echt waar. Vannacht om ik kwam gisteren. Ik was toen trouwens niet wakker. Nee, ik eigenlijk ook niet. En ik kwam gisteravond wat later uit Friesland met mijn vrouw van een bruiloft. En onze beide jongens, die zouden elders slapen. En om 4:30 hoor ik ineens gestommel beneden, in de overtuiging dat mijn kinderen elders liepen. En er ging geen licht aan en ik hoor ineens iets op de trap. Dus ik spring dat bed uit, gooi die deur open, geef een brul. Mijn zoon zegt, pap, ik schrik me dood, doe even rustig. Ik zeg, ja man, je zou toch ergens anders slapen? Ja, maar ik wilde geen licht aan doen, ik ben toch maar naar huis gekomen. 17 jaar is hij, Jelle. Ik zei, dat moet je de volgende keer echt anders regelen. Want van minister Opstelten, mag ik inbrekers? Ja, goed. Zo ging die discussie vanaf. Zo ging die discussie. Dat is eigenlijk. En dat klopt. Ja, precies. Dat zal ik hem straks ook weer vertellen. Goed, we gaan even kijken. Een vraag aan u. Minister pleit voor versterking lokaal politiegezag. Vraag, hoe rijmt dit met de angst van politiemensen om in te grijpen? Is het niet weer een systeemoplossing? Meneer Opstelten. Nou, ik kan dat punt. Dat herkennen we zeer. Er zijn ook rapporten recent over verschenen. We moeten natuurlijk onze politiemensen gewoon ongelooflijk goed uitrusten. Niet alleen met het juiste pistool en het goede wapen. Ja, dat is een probleempje, hè? Maar ook, nee, maar dat is een probleem. Daar heb ik een beslissing genomen met volle overtuiging. Maar het gaat ook om de training, mentaliteit. Gewoon optreden. De politie moet optreden. Het is niet alleen sociale vaardigheden moet men ook hebben. Er moet balans zijn. Dus optreden. En daar moet men mentaal
in de weerbaarheid goed getraind worden. We hebben daar naar aanleiding van de rapporten ook een heel trainingsprogramma opgezet. Ik heb er één meegemaakt. Dat is zeer intensief, maar dat is noodzakelijk. Oké, tweede vraag. Ook zeer lokaal. Hoe garandeert minister Opstelten dat beheer nationale politie wordt afgestemd op lokale prioriteiten en de benodigde capaciteit? Nou, ik heb daar, dacht ik, iets over gezegd. Laat ik ook zeggen van politiesterkte is altijd natuurlijk in de kern naar veel mensen gewoon is een schaarste artikel. Dat is nou eenmaal zo. Het is ook de taak van goede politici om te kunnen sturen en om te kunnen kiezen. Want alsjeblieft ga, ik vind dat Amsterdam bijvoorbeeld, Eberhard van der Laan, dat buitengewoon goed doet. Die heeft gewoon ook een keuze gemaakt in het optreden van de politie en het Openbaar Ministerie. De 600 veelplegers in Amsterdam. Daar ga ik voor. Ook een soort persoonlijke boodschap en persoonlijke missie. Maak een keuze. Een gemeenteraad die één duidelijke focus legt bij wat hij wil dat de politie gaat realiseren, die krijgt resultaten. En natuurlijk zullen alle andere dingen ook gebeuren, maar die krijgen dan iets minder aandacht dan die ene geformuleerde, politiek ook bepaalde, dat is natuurlijk ook belangrijk, politiek ook bepaalde focus en prioriteit. En dan gaat het gebeuren. Maar in the end of the day ga ik het niet doen voor de burgemeesters en de raadsleden. U moet het dus zelf doen. U krijgt een koffer vol met instrumenten. Maar u moet in the end of the day moet u zelf opstaan en zeggen, ik wil dat die politie dat gaat doen. Dat mag ik niet voor u doen en ik wil het ook niet doen. Okay. Moet u doen. Gaan we meteen naar de laatste vraag met oog op de tijd. Welke signalen krijgt u van burgemeesters in zaken de nationale politie? Dat onderste staat er. Nou, in de kern, ik ben natuurlijk ook opgetreden bij het genootschap van burgemeesters. Ze zijn daar natuurlijk vriendelijk tegen mij, als een van hun oud-collega's. Ik heb daar, toen ik optrad, ook had ik de avond tevoren aan mijn vrouw gevraagd, hebben die contributie nog betaald? Dus dat maakt het goed. In de kern is de mainstream van de burgemeesters. Niet iedereen is ervoor, maar men beschouwt het wel als een als een realiteit politiek dat het gaat gebeuren. En men werkt in de kern constructief mee. De mainstream is dat men het wel ziet zitten. Maar men heeft wel zorgen over, kunnen wij inderdaad de lokale prioriteiten, kunnen we het waarmaken om stevig gezag uit te oefenen tegen een stevige organisatie. En het voordeel daarbij is, dat zeg ik tegen iedereen, die organisatie wordt beter, robuuster. En vroeger was het zo dat je gewoon opdracht gaf aan de politie, maar dat die het niet altijd kon doen. En nu is het zo dat je opdracht gaat geven aan de politie en die het wel doet, omdat die gewoon veel robuuster en steviger is georganiseerd. En ik denk dat dat de winst is. En veel burgemeesters maken die mentale omslag. Dat is niet in één keer gebeurd, maar het gaat wel gebeuren. In kern voel ik steun ervoor. Oké, hartelijk dank, minister Opstelten. Blijft u nog even. Ik ga u niet al meteen weg. Blijf.